Er is opnieuw ingebroken in winkelcentrum Vaartbroek. Nu is de zeeman de dupe. Eerder deze week werd er ook al ingebroken bij deze bloemist aan het Wijngaardplein. De ruiten van de deuren van de winkels waren ingegooid. Buurbewoners zagen één inbreker wegfietsen na zijn daad. Bij de plaatselijke kapperszaak is ook geprobeerd in te breken, maar dat was tevergeefs. De volgende morgen heeft eigenlijk de buurvrouw de bakkerij Vaartbroek mij opgebeld. Van, eet maar, ben je in de winkel geweest? Ja, nee, ik was niet in de winkel geweest. En toen wist ik eigenlijk wel hoe laat het was. Dat eigenlijk voor de zoveelste keer de ruiter uit lag en probeerde in te breken. Bij de zeeman is een lege kas meegenomen. En ook bij de bloemist is de schade beperkt. De dader maakte niks buit. Alle drie de gedupeerden zitten alleen met een kapotte ruit. Je hebt er weer een hoop romslons aan en eigenlijk alleen maar problemen eigenlijk. Je kunt er eigenlijk niks aan doen. Ze zeggen altijd, het is tijd van het jaar. Mensen hebben weer geen geld en ze proberen toch op andere manieren toch weer om toch iets te gaan bemachtigen. Alle drie de winkels hebben hun ramen laten repareren. Of die kosten vergoed worden door de verzekering is nog de vraag.